Het schijnt dat er helemaal niemand kijkt naar die 06 potjes. Hè? Dat is bewezen. Het schijnt dat er 1 op de 6 mannen soms wel eens kijkt. Dat wil zeggen, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo. Nou, u kijkt wel eens naar die 06 potjes, of niet? Nee, nooit. Wat gekke. En u? 1 op 7 waarschijnlijk. Ja. U wel. Zeg eens eerlijk. U belt ze wel eens? Nou, nu wel. Oh, dat helpt geloof ik de verkeerde mensen aan goed werk. Verder iemand nog vreselijk ongelukkig die ik nu kan helpen op dit moment? Die zegt, ik ben doodongelukkig, zwaar in de scheiding en ik trek het niet meer. Nee? Nou, dan kunnen we door met de volgende gast. Dat is wel weer lekker. Het is namelijk een man die echt ontzettend veel harten heeft gebroken. En hoe die het doet, ik weet het niet. Zelfs mijn hart heeft hij ooit eens gebroken. Maar ja, toen was ik 4. Gerard Joling! Moet je nou kijken, ze hebben hetzelfde accent, ze hebben hetzelfde lekkere fitte koppie. En ze kunnen allebei zingen en dan krijg je toch een wereldkind. Ha! Hartstikke talent, vond ik hier op z'n samen, ik zo met winnen. Ja, toch? Oh, I think we can make it. So don't misunderstand me. You got the light in my life. Oh, you put the spark to the flame. I've got your heart in my side. Thank you.